Spotlift nu, daar zijn we weer. We gaan vandaag starten met een nieuwe aflevering van In de Tram. Ons nieuwe programma, ons vijfdelige serie. Schra, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? We gaan vandaag eens kijken in een vosje. Daar schijnt een hele prominente mens te wonen. Oké. Dan gaan we een vosje een keer oppakken en dan nemen we dat met. Dan gaan we eens kijken wat er te vertellen naar die vosje. Prima, ik zou zeggen aan de slag. Aan de slag, kom op naar die tram heen. Goedemorgen mannen, hoe gaan we vandaag naartoe? Morgen Frans! Onvrijdelijke baan nog wel weer. Ja, we gaan van baan op Vosje naar de mensen toe. Frans, start een wagen, we gaan naar Vosje. Ja. Wat een verrug hebben. Kom binnen. Dan kom ik binnen. Dank je. Frans, geef gas, joh. Ja, jongens, heb je honger? Happy, happy! Ja, Frans, maar heb ze dan ook dadelijk niet voor even vuur erbij? Maar wie gans jong wordt, toen heb ik pistool willen werden, al niet meer. Dus dat doe ik voor u. Wat heb ze voor u gewet? Onze vader, het pijn is mager, wees geen groente kou is voet. Zo kent er alweer. Hé, hey Frans, dank je om voor aan de slag. Nee, lekker tegen koffie. Ja, dat heb ik wel een heel graag van die kappen. De gasten hebben hier vuur aan, die bedienen voor jaars. Dank u wel, meneer. Nou, Patrick Loester verloot het rek ook maar een zinnen van die kamerlui om te eten, want die hebben het ook al verdiend vanmorgen. Ja, om gasten moeten werken, we zitten niet lekker te eten. Die, Theo, kom jong, zit ik erbij? Theo, ik wil ook koffie. Theo, wil zo koffie? Ik drink altijd koffie, ja, lekker, ja. Maar gewoon voor het eten, ik zou zeggen lei. Vak af. Ik snap een lekker breukje. Ja, heel lekker, heel lekker. Zeg, Leij, we hebben een koetje gekozen als prominente persoon uit Vosje. Vertel eens, wat hebben ze allemaal eigenlijk gedaan de afgelopen jaren? Want de beste toch een man de behoorlijk op ja, klef, ik mag het niet zeggen eigenlijk, hè. Dat is netjes, maar nou, we zitten toch wel behoorlijk hè, op weg. Vertel eens, je hebt van alles gedaan, dat wil ik van het scherm van niet weten. Oh, luister. Ik ben van een jaar of 17 door meester Grootjans eigenlijk in het hele gebeuren terechtgekomen. Toen ijveren je klokken voor ons. En, want in de oorlog hebben ze de klokken uit de kerk gehaald. En ja, dan moesten dus nu langs de deur gaan en ik ga in de Rozenstraat. En ik weet nog dat ik toen een kwartje in Jekker aan Jekker deur moest ophalen. En ik moet zeggen. Ja, de ganse Rozenstraat heeft daar net in. Daar wordt het gans Vosje aan met gedaan en dat hele gebeuren. Mm-hmm. En dat is nader anders dat van klokkenfonds overgegaan in orgelfonds.
Dat is uren gegaan en ja, daar hebben we dus een carnavalsclubje erbij gepakt om dat te verdienen. Uit de carnavalsclub hebben we weer het idee ontsproten, sorry, met Wil Kerst te praten over dat we geen voetbalclub meer houden. Dan hebben we weer een voetbalclub proberen van de grond te krijgen. Ja, dat is dus dan ook met veel, heel veel moeite en is dus dat gelukt. We hebben deze nieuwe lagere school hier gebouwd. Die loog, vroeger loog die op het pleintje onderdoor achter Jan Marel. Tegenover de kerktoren. En ja, en ik vind het nu verschrikkelijk jammer dat die Oshulke nu toe is. Want ja, ik vind het nog altijd het hart van het dorp. Maar ik hoop dat het toch in de toekomst weer dat Oshulke krijgen. Maar ja, of dat weer gaat lukken, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar de boete, die dingen hebben ze ook nog overal in verenigingen gezet. De boete, de voetbalclub, houdt ze ook nog de carnavalsvereniging, heb ik begrepen. Daar hebben ze nog een kapelje, hoe is er nog een en ander aan deze? Ja, kapelkens waren, val ik die meteen in de rij. Dat is 90% mijn vrouw en ik ben eigenlijk de waterslijper en de opruimer. Maar de rest deed allemaal de vrouw. Als ze nu zelf eens in al die jaren nog eens. Wat is nu eigenlijk het leukste geweest als ze zelf voor hun eigen doen zijn van verrek, dat gewoon hoe hebben nou Loes, er zijn natuurlijk altijd leuke dingen, er zijn altijd minder leuke dingen, dat is gewoon zo. Ja, mijn grote passie dat was om hier weer een voetbalclub van de grond te krijgen, want dat was niet zo makkelijk. Toch ook geen accommodatie, en als je geen accommodatie hebt, dan moet je net ingeschreven bij de bond. Ja, en als ze niet bij de bond is, kan ze niet bij de gemeente komen van accommodatie. Dus dat hebben we gans geraffineerd moeten doen, moet ik eerlijk zijn. We hebben dus met meneer Timmermans, toenmalig van de KNVB, even gedoen gekregen dat hij ons inschreef. En dan, met de gedachte erachter, want als het niet lukt, dan moeten we een boete betalen, maar ja, dat doen we dan al. Maar dat is dus gelukt en toen zijn we bij de gemeente terechtgekomen en toen mochten we toch weer voorgedragen en met het overleg met de speelbestuur om hier een speelweide te creëren en dat was een stuk druk voor de lege schoenlijk. Daar zijn we begonnen, dat was allemaal scheef en chill, want de voorzien is niks recht voor een weide te vingen. En we zijn echt begonnen met helemaal niks. Ik heb toen van mijn eigen centjes bij Sporthuis Diana een hele twee Belgen gehad. Dat was nog met zo'n restart, weet ze wel, die ze erover moest trekken. En zo zijn we begonnen. Authentiek dus, hè? Ja, dat was... Nostalgie. En we waren blij met alles wat we maar houden en kregen. En als we weer paar cent houden, wordt dat besteed aan de voetbalweg. Ja, zo zijn we dan begonnen. De eerste wedstrijd voor... Hey, wacht even. Ik mis eigenlijk einde. Wat is de andere cameraman, Henk? Hey Henk, kom je dan. We hebben ook eten voor dich georganiseerd. Als de club speelt, zit je natuurlijk eerst aan de beginnen begaan. Ik was zeker zondig nog niet. Alleen wou ik nu nemen naar de oefenwedstrijd hier in de tweede klas dingen, weet je, dat is hier af. Dan moesten we neerritten, Veritas, zuster, neem al die dingen erop. Mm-hmm. Dat had ik niet meer, maar als het zondag zie je voetballen, ben ik door. Of ik wou hier een snel lege elftal kieken. Nee, als ik kijk, hebben we het nu al heel veel over het voetballen gehad. Met de zoet ook nog in een carnavalsvereniging. Daar hebben ze die ook nog eens een keer president gemaakt. Wie best er doorheen gerold? Dat klopt. Nou, wie ik zeg van uit het klokkenfonds, orgelfonds. Daar is een carnavalsclubje erbij gekomen om aan het centrum te komen voor de klokkenfonds en het orgelfonds. Dat wordt naderhand uniformenfonds voor de harmonie. Instrumentenfonds verhalen, die wordt altijd veel goed doel gedaan. En toen is dus onder leiding van meester Gootjens is er dus een carnavalsclub opgericht, of overnemen in het dorp. En de eerste match die had hij ergens uitgehaald in Weert. Dat was ook heel mooi, als we de kop houden en we gingen een beetje zweten, dan hongerde de loetje op de oren ongeveer. Maar we zijn dus ook met heel veel begonnen met een Hijver. Mm-hmm.
Pieter Carnaval, hij heeft dus een eigen orkest, de Vossen Marjongen, die zijn drie keer kampioen van Limburg geweest. Waar had je dat die een garde van een stuk of 15 meter gezoet in dorp? Die heeft, mevrouw Eikenboom had die toen dans aangekleed. Vooral de Holleke D-boys, met drie maanden word ik zelf ook nog bij. Het wordt allemaal sumier, maar de zaal is altijd vol en er wordt hartelijk gelachen. Ik ben een kerkdorper echt weddig, hè? Zijn een leuke, goede kamer. Ja, ik denk dat als we dat nu presenteren, ja, dan zachter zijn we sinds mee bezig. Maar ja, in der tijd wordt dat natuurlijk geweldig. En het eerste jaar word ik tweede reserve, Wilkeres voor eerste reserve. En ik word tweede reserve bij de carnavalsclub. Ja, en het waren allemaal de prominente vastradenaren die in de raad van 11 zaten. Ja. En toen is er dus meester Groetenstein een diner met het kerkbestuur. Ja, en toen is er bij me gekomen zitten en toen moest zondag dat gebeuren. Dan leidde ik, zeg, dat ken ik niet, dat hebben we nog nooit gedaan. Dat moest ik moest gepresenteren, moest ja, precies, gewoon in de poort houden. Ik zet toch alles op papier, zeg de meester, dat doe ik niet. Ja. Nou, en dus zei Fritsen, de melkboer, die had een paar keer gekomen met de melk. Oh, we moesten zuilen, dit en dat. Ja, dan ben ik er toch maar in gestapt. Dan heb ik tegen Zaf gezegd, doe blieft nerven, ik stoor, ik volg dat programma precies. Ja, en ja, en zo is het begonnen. En dus vanaf de tweede prinsenproclamatie mag ik dan president spelen. Dat heb ik gedaan tot de 1972. Toen is Frans Mens junior, daar had ik toen opgevolgd. Daar is toen, heb ik gevraagd. En Frans heeft dat wel overnomen met Huubke Goerts. En die twee hebben dat verder uitgebouwd ja, tot wat het nu allemaal is. Toch heb ik een ganse rot voor me aan de gelegen. Als je nu zo kijkt tegen wie het vroeger begon en wie de lui toen met eindsningen en tegen wie het nu gaat. Heb ze nu het gevoel dat de lui beter in het verenigingsleven staan, minder in het verenigingsleven staan. Ja, ik denk, persoonlijk denk ik dus minder, gezien het feit, ja, er zijn veel en veel meer mogelijkheden, vier ouder vroeger bijna niks. Daar houden ze dus, ja, vrouwen dan niet het naderen dat voetbalclub, met geen eigen lijn, de harmonie en de chatterie. Let wel, we hebben nog een toneelvereniging gehad. We houden dus in de tijd, een minne jonge tijd, de KAJ, de meisjes houden de jongen gehouden. Nou ja, hier wordt van alles te doen en daar kun je maar op bescheiden wijze uiteraard. Ja, ja, echt op een dorps manier. Ja. Maar het kledde allemaal aan elkaar. Ja, dat was niet anders toen in de tijd. Nu kunnen ze alle kanten op. Ja. Hè? Hebben internet en hebben een grote pretpark waar ze een vertier kunnen vingen. En ja, vertegenwoordig is men ervoor gewend. Nee, ik heb zo ook die broodje binnen op wat ze van alles eens gaan doen. Liet me wel een leuk plan om eens te gaan kijken op die voetballei. Wat toch nog van over is, hier ja. En daar. Nou, dat is heel veel van over. Ja, ik bedoel, het was vroeger helemaal niks. We zijn dus echt met niks begonnen. We houden nog in de polder om eerst, nog een afvastering, niks. Met 7 man gras mee, met handgrasmaaiertjes die over voor de boeken en als in de stroep worden, dan loopt ze die vast. Bij wie ze van spreken. Maar de pop van mij die had 18 jaar per dag op die wegen gewerkt van smorgens vroeg en uur genoeg. Dat zou wel ouder komen soms tegen. Dan maakte de wei af met een wit kwast. De lijnen kent je het vuur. Ongelooflijk, ja. Ja, als ze dat noemen, dan zeggen ze, ja, dat bestaat niet, maar dat had er wel gedaan. X aantal jaren toen kregen we dus, Sal Ritsen, dat was onderwijzer op de Hamburgschool, die had de eerste kale kar gemaakt. Ja, dat was het bij ons in Kralikar. Ja, dat is dat hij Marcel, want die jongen aan op de zandweg hoor. Ja, precies. Ja. Ja. En ja, dat was het in Kralikar. Dat was echt geweldig, zei eigenlijk. Ja. De Kralikar hadden we overigens tegenover Zef Habert, zeg ik nog altijd. Daar stond vroeger een oude kasjemat. En daar ging de aga, die stortte daar alle gebluste kalk, de holde van de kalk, dus voor geen zakkalk, want het was nog te duur, wie er meer is. En dan holde de pap dat met een van de boeren een kar kalk die van de oren schiep, die nu boven op die weg. En dan met een top waren met de kwasten lijnen in maken. En waren die recht? Ja, die waren recht, want achter spande de touw. Maar dat vloog wel een schat in de heb en de klodder, maar hij woonde daar. En die kasjemat, die is helemaal verdwenen, ben ik ze ooit nog eens gekeken door. Dat wordt toen hier, is helemaal toegestort met kalk, want moet er allemaal eronder zitten, de kasjemat is.
helemaal verdwenen. Want hij zegt nog eens voor ons een waarbiemetje weer. Mm-hmm. Hij zegt, weet je, hoe ik een gek vrouw twee kastje matten. Eén tegenover de Aga, die ligt er nog. En één tegenover Havits, maar die is helemaal verdwenen onder, okay, onder de kalk. Ja. Ja. Zeg, zo van zo'n kieken op het voetbalveld? Van gewoon eens kieken, wat daar te beleven is. Ja. Kieken of ook wel, je kunt trappen. Ja. Nu steekt ze hier in de arena van Voorje. Wat voelt je hier nog bij? Gestort je nu op de middenstip? Nou, luister mannen, ik vind dit zo'n super geweldig weken. Je kent ze in het vroeger worden aan die kant. Het hoogteverschil naar onder toe. Dat speelde na de rust meestal bergaf. Verheuvige gras met te meien, verheuvige lijnen met te trekken. Prachtig. Wat wil Voorje nog meer? Het is gewoon een super, super veldje. Ik vind het geweldig. Hey, dankjewel. Wat een prachtige dag. Voor gewoon nu eens kijken wat we nog meer hebben met ik. En voor hopen nu de kerk. Is er met? Op naar de kerk. Hey Frans, heb je nog een schone anekdote van Voorje? Wat wil ze horen? Een schone voor elke man. Je kent natuurlijk allemaal de verhalen van vroeger. We zijn nu in Voorje en daar wordt natuurlijk een geheugde per van dorp hoe de pastoor een grote rol in speelde met de boeren ook. Dan waren er een keer een pastoor en de heel van een goed stuk vlees. En wie komen er aan? Ja, dat ging overal hoe geslacht wordt. En hoe wist hij van hoe geslacht wordt? Natuurlijk van de slechter die bij hem kwam biechten. De kuip op een boerderij aan. En daar hong dat verreke. Je weet wie dat vroeger, aan de leier. En het bestuur zegt, maar boer, wat hupsige schoen verreke. Wat een schoen verreke. En wie dat de zesde keer gezegd had, zei de boer. Meneer Pastoor, kent geer het verschil tussen onze leven hier en dit verke? Ja, Pastoor een beetje verdonderd. Ja, nee, wie bedoelt hier? Ja, zegt de boer. Onze leven hier is voor alle lui gestorven, maar dat verke voor ons alleen. Nou, dit wordt alweer een aflevering van Met de Tram. Of In de Tram heet het eigenlijk. In de Tram. In de Tram. Hallo. Ik wil namens de Umroep, en ik denk ook namens ons allemaal eigenlijk, wil ik Lee Lemmens bedanken voor de prachtige anekdotes. Goed Voorje. Want het is toch leuk voor te zien wie alles voorlopig in Voorje weet verlopen, hè, wat je allemaal gedaan hebt. Wie een dank ervoor, voor je tijd. Dank
Heel erg gedaan. Heel zit bedankt. Ik vond het geweldig. En Lai, dankjewel. En de kijkers, bedankt.